ben er niet zo mee bekend. Ik heb het wel gelezen, maar... Nee. DJ's worden een paar dagen opgesloten in het Glazen Huis, hier op de Grote Markt dan in Breda, om geld op te halen voor het Rode Kruis. Ik vind het heel leuk. Ik ga vast kijken. Dus gezellig. Ja. Wat vindt u daarvan, dat het hierheen komt? Ik vind het prima. Ik vind het allemaal prima. Jongens, Serious Request komt eraan. Is dat belangrijk voor een stad als Breda? Ja, dat is heel belangrijk. Ja? Ik weet niet. En hoezo dan? Het trekt natuurlijk veel publiciteit, hè? Dus voor media. Dus voor de marketing van de stad is het heel erg belangrijk? Ja, denk het wel. Er is ook best wel veel actie ondernomen op tv en over de radio en veel rugbaarheid aangegeven. Ja, dat is op zich natuurlijk wel een goed teken dat mensen daar nog steeds aan mee willen werken. Ja, hartstikke leuk dat jullie in Breda komen. Wij komen uit Tilburg. Een goede actie die geaccepteerd wordt en waar mensen goed mee zijn. Ja. Nou, het is wel cool. Hoezo vind je dat cool? Ja, dus ja, zij weet ook wel antwoord. Ja. Vindt u het leuk dat het naar Breda komt? Ja, ik wel, ja. Dan kunnen wij ook eens gaan kijken, hè? Anders is het altijd heel ver weg, toch? Ja. Ja. Het is wel gaaf dat Breda een keertje misschien meer bezocht wordt door toeristen. Ja. Is dat het doel van Serious Request, dat er toeristen komen, of is het doel het goede doel? Het goede doel, dat er mensen gaan doneren. En ik hoop dat mensen dat ook gaan doen. Ik zit hier met Thierry Aartsen, fractievoorzitter VVD en kandidaat Tweede Kamerlid. Op hoeveelste sta je? Ik sta op plek 46. En hoeveel zetels heeft de VVD nu? Op dit moment 41 en we gaan er 51 halen bij de volgende verkiezingen. Dus we zijn jou kwijt dan? Of kan je het combineren? Ik kan het niet combineren, maar ook in de Tweede Kamer blijf ik me voor Breda inzetten natuurlijk. Oh, dat is wel fijn, ja. Want we raken steeds meer geïnfiltreerd, hè, met Breda in de Tweede Kamer. We doen het goed in Den Haag. Ja. Waar we het nu over willen hebben is goede doelen. Ja, het is hoe definiëren we het? Je hebt goede doelen, subsidies, vrijwilligerswerk. Als ik goede doelen, waar denk jij het meest aan? Ja, goede doelen denk ik aan stichtingen waar je geld aan doneert. Ik doneer zelf iedere maand een bedrag aan het Wereld Natuurfonds. Dat is voor mij een goed doel, zeg maar, waar we geld aan doneren. En met Serious Request, wat naar Breda komt, hebben we volgens mij ook een fantastisch goed doel. Waar we hopelijk als stad veel geld van gaan ophalen. Hebben we als stad een goede doelenbeleid? Nou, we hopen dat alles wat wij als gemeente doen natuurlijk voor het goede doel is. We proberen natuurlijk wel organisaties te ondersteunen. Maar dat is wel een hele zakelijke manier van hoe we dingen ondersteunen. Hoe bedoel je? Nou, wij doneren geen geld aan stichtingen of iets dergelijks. En ik vind ook niet dat we dat zouden moeten doen. We geven subsidie, maar er moet wel iets voor terug gebeuren. Het is niet zo dat vrij besteedbaar geld is of zo. En hoe moet dat terugkomen? Nou, daar moeten mensen wat voor doen. Dus wij beschrijven natuurlijk dingen die we willen doen. Dus bepaalde zorg die geleverd moet worden. Bijvoorbeeld het Brakkenfestival is zoiets. Daar geven wij een stukje subsidie voor om dat mogelijk te maken. En de organisatie die dat uitvoert, die laat netjes weten wat ze daarvoor doen. Maar zo hebben we al heel lang een samenwerking met een plaats in Zuid-Afrika. Ja. Met een prachtige naam. Ekurhuleni. Ja. Wij als VVD zijn er geen voorstander van ontwikkelingshulp. Moet je op landelijk niveau doen. Het is natuurlijk gek dat je als alle gemeentes, we hebben er 350 in Nederland, allemaal zelf een dorpje in Afrika uitkiezen en daar dan iets gaan doen. En al die wethouders gaan dan met een vliegticket naartoe. Dat vinden wij weggegooid geld. Samenwerking prima, maar ontwikkelingshulp, dat moet echt landelijk gebeuren. Dus om even dan de link te leggen met goede doelen en de Serious Request. Hoe past de Serious Request in het plaatje waar jullie zeggen van je moet dat soort dingen... niet meer moet je landelijk doen. Hoe past dan Serious Request daarin? Ja, Serious Request is natuurlijk een mooie initiatief dat mensen dat zelf doen, los van de overheid. Mensen zelf daar geld voor inzamelen. En het is natuurlijk hartstikke mooi dat we daar als Breda gastheer van mogen zijn. Maar kost het ons helemaal niks dan? Ik weet niet wat de kosten zijn, maar het is natuurlijk ook een fantastisch evenement wat je naar Breda haalt. Dat al die mensen naar Breda komen. En dat we daar natuurlijk een hele happening omheen kunnen maken. Maar Serious Request kost zeker geld. Alleen al, ik begrijp
dat jullie allemaal uit het stadhuis zijn gemoeten voor een maand. Dat is toch niet voor niks? Ja, gelukkig bewegen politici af en toe nog wel af en toe mee. Nee, dit is om het evenement Serious Request natuurlijk plaats te kunnen laten hebben in Breda. Maar daar kost, daar is een... Ongetwijfeld. Kosten aan, ja. Lijkt mij. Dus helemaal... blanco als overheid ben je niet. Er gaan natuurlijk bedragen rond over andere steden ook om het binnen te halen. Dat je daar toch echt wel in de tonnen moet rekenen om het binnen te halen. Hoe rijmt dat dan? Nou ja, het is natuurlijk een fantastisch evenement wat je in je stad wil hebben. En dat is de reden waarom je als Breda zegt van we gaan dat goed faciliteren. Ja. Je kunt het vergelijken met andere evenementen die wij in Breda hebben. Maar dan wordt het echt gezien als evenement en dan is bijna het goede doel meer een aanleiding dan... De reden voor Serious Request is om het te organiseren is het goede doel. En wij zijn blij dat er een hele hoop evenementen omheen hangen dat we die naar Breda kunnen halen. Dat daardoor heel veel mensen naar Breda komen. Breda ook gepromoot wordt op de radio en op televisie. En een goede bijkomstigheid is daarbij dat het dan ook nog is voor een goed doel in plaats van voor een commerciële club. Want zo'n winterwonderland, wat er dan is de aanleiding het Serious Request dat winterwonderland er is? Nou, als ik ondernemers spreek in de stad, hadden ze al langer het idee van een kerstmarkt, een ijsbaan, allerlei andere initiatieven in de stad rondom kerstmis. Maar omdat Serious Request nu landt in Breda, is het natuurlijk een fantastische gelegenheid om te zeggen, als er zoveel mensen naar Breda komen, dan gaan we daar ook een mooie winterwonderland omheen organiseren. Ja. Een ander interessant ding zijn de betrokken ondernemers. Hè? Valt dat voor jullie ook onder goede doelen, sfeer? Dat zijn ondernemers die zeggen, naast wat ik vanuit mijn bedrijf doe, wil ik ook iets terug doen voor de samenleving. En die hebben hun krachten gebundeld als het ware, om te kijken hoe je als ondernemers, of het nou is dat directeuren een clubhuis gaan schilderen, of dat ze ondersteunen bij de administratie van een stichting. Dat maakt dan weinig uit. Ik vind het gewoon mooi dat je als bedrijf zegt, we doen iets terug voor de samenleving. Maar zitten wij is vanuit de gemeenteraad, zit daar ook bijdrage aan? Ik ken alle bedragen niet exact uit mijn hoofd. Dat geeft behoorlijk wat subsidie. Maar volgens mij krijgen zij een kleine ondersteuning voor het werk wat zij doen. En dat vind ik ook goed te verantwoorden. Als je op die manier met een kleine bijdrage kan stimuleren dat honderden bedrijven in Breda een bijdrage leveren voor de samenleving, dan ben je spekkoper volgens mij als gemeente. Wat verwacht je voor opbrengst? Wat was het vorig jaar? Wat was vorig jaar? Heerlijk. Ik denk toch wel dat we weer een vergelijkbaar bedrag op kunnen halen. Minimaal. Dat zou toch wel mooi zijn. Ik ben heel benieuwd, omdat het de tweede keer was. Was je de eerste keer ook meegemaakt. Ja, ja ook... Dat is wel een tijdje geleden hoor, 2008 of zo. Ja, dat was wel een ontzettend leuk feest. Ja. Laten we zorgen dat we er weer zo'n feest van maken in Breda. Oké, dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Het goede doel wordt dan nu dus ook gesteund door de gemeente eigenlijk, die dit regelen. Wat vind je daarvan? Ik weet niet of we daar de burgers daarin mee moeten betalen. Maar als dat zo zou zijn, dan vind ik wel dat ze eerst toestemming moeten vragen. Maar verder vind ik het heel goed dat gemeentes zich daarin investeert. Ja, vind ik een goed initiatief. Ja? Dat is... En waarom? Ja, omdat er dan weer veel kinderen geholpen worden. Is dat ook een kerntaak van de gemeente om goede doelen te steunen of op die manier goede doelen te promoten? Ja, dat weet ik niet echt. Ik vind het wel positief dat de gemeente het steunt. Dat vooral. Nee. Is dat ook een, want de gemeente haalt hiermee indirect promoten ze ook een goed doel, namelijk het Rode Kruis. Is dat een taak van de gemeente om goede doelen te promoten op die manier? Van iedereen, dus ook van de gemeente. U vindt dat de gemeente dat wel mag doen in onze stad? Ja, natuurlijk. Is het een taak van de gemeente om dit soort evenementen en dus ook goede doelen indirect naar de stad te halen? Dat denk ik wel. Maar ik zeg, of dat er nou iedereen bij gebouwd is, dat weet ik niet natuurlijk. Vooral gezellig of ook goed dat er aandacht besteed wordt aan het goede doel? Dat is het belangrijkste, maar de gezelligheid vind ik ook heel belangrijk. Ja. Is dat een taak van de gemeente om goede doelen te steunen? Want dat doen ze natuurlijk indirect op deze manier wel. Als we het zo indirect kunnen doen, jazeker. Ja. Ik wil niet zeggen dat het een taak van de gemeente is, maar het is wel fijn dat de gemeente daar ook een steentje aan bij kan dragen. Ja. Of dat nou een taak is, ja, daar ben ik eigenlijk nog niet zo van overtuigd. Maar... Is dat ook het doel? Vooral kijken en mensen trekken? Nee, alleen niet. Hè. Ook qua geven natuurlijk. Hè. Daar gaat het om toch? Ja. Ja.
Maar dan houdt de gemeente zich indirect bezig met het geld ophalen voor goede doelen. Is dat een taak van de gemeente, vindt u? Nou, niet per se van de gemeente, ook wel van de mensen, hè? Toch? Ja. Vind ik wel. Ik doe dat ook. Ik doe het alleen voor Afrika. Alleen voor Afrika? Ja. Die moet ook niet zorgen voor het promoten van zulke soort goede doelen? Of... Nee, dat moet voor iedere mens uit zichzelf komen als ze iets wil doen voor het goede doel. Ja. Ja. Dus de gemeente moet zich er niet mee bemoeien met het organiseren? Nee, dat hoeven ze niet te doen. Dank u wel. Dat is mijn mening. Dank u wel. Ja. Spreek met Els Groeneweg, raadslid CDA, met name over de samenwerking die we hebben binnen de wereld. Want Breda is millenniumstad. Wat houdt dat precies in? In 2000 was het natuurlijk het millennium en toen heeft de Verenigde Naties, die hebben millenniumdoelen gesteld, 8 doelen. En in Nederland zijn er ook een aantal steden millenniumstad geworden die ook meehelpen om de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties te realiseren. En wij doen dat dus in Breda ook. Ja, en dan hebben we daarbinnen een project dat heet Werelddelen. Ja. Sowieso is dat nog steeds van toepassing, want 2000 is inmiddels best lang geleden. Ja, en de projecten die lopen dit jaar af. Oké. Dus de middelen vanuit het Rijk die stoppen in ieder geval voor de samenwerking die wij op dit moment hebben. Kun je zeggen dat het project met Zuid-Afrika, dan mag jij zeggen welke plaats dat ook weer is. Ekurhuleni. Ja, Ekurhuleni. Moeilijke plaats. Het betekent daar. Stad van de Vrede. Dus oh, dat is mooi. Dat is mooi. Ja, dat is mooi. En mooi, we, ja. Vrede van Breda en ja. De Stad van de Vrede. 8 jaar zijn we daar nu mee bezig. En dat is ook wel op basis van geld dat door de overheid beschikbaar is gesteld. Door de Rijksoverheid krijgen wij een deel van. En we betalen een klein deel uit het budget van de gemeente zelf om die samenwerking tot stand te brengen. Ook omdat wij er zelf ook best veel van leren. Ja, want het is met name samenwerking op het gebied van sociale huisvesting en stadsvernieuwing, las ik. Juist, dat klopt. Ja. Wat voor soort projecten moet je dan aan denken? Nou, in Zuid-Afrika heb je natuurlijk enorme achterstand, ook met woningen. En alleen al in Ekurhuleni, waar zo'n 3,5 miljoen mensen wonen, zijn in de afgelopen... Dat is zo'n grote stad. Ja, 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 wow. Ja, het is een gemeente met verschillende steden en dorpen. Maar daar zijn in de afgelopen 5 jaar al 200.000 mensen meer komen wonen. Dat is al een hele stad als Breda er zo bij. Ja. En al die mensen moeten gehuisvest worden. En veel geld hebben ze vaak ook niet. En wat we gedaan hebben, is onze kennis over. Nou, niet alleen maar hoe maak je een huis, maar ook hoe geef je nou zo'n wijkvorm. Hoe zorg je dat winkels, wonen, overheidsinstanties, hoe dat bij elkaar gepland wordt. Dus met name de visie ontwikkelen op van hoe ga je nou zo'n heel gebied ontwikkelen en wat kan je er allemaal mee doen. Daar hebben we heel veel op ingezet. Met name ambtenaren natuurlijk, ambtelijke capaciteit is erin gegaan. Maar kan een stad van 3,5 miljoen iets leren van een klein stadje dan? Ja, van, toch wel. Ja? Ja, tenminste wat ik gehoord heb, want ze zijn ook een aantal keren hier geweest. Zelf ben ik nooit in Zuid-Afrika geweest, maar ze zijn wel hier geweest. Hebben een aantal keren met ze al gesproken ook. En dan zie je ook dat ze toch ook kijken naar verschillende dingen. Van hoe krijg je nou een achterstandswijk weer hip en up and running? En hoe doe je dat dan? En welke functies moet je dan toevoegen? Volgens mij weet maar een heel klein kringetje in Breda dat wij deze bijzondere samenwerking hebben. Dat denk ik ook, ja. Dat komt ook een klein beetje omdat het politiek niet heel erg bij alle partijen heel erg aansloeg. Dat sommige partijen er eigenlijk tegen waren. Oké. Maar waar ben je dan tegen? Want de VNG betaalt het leeuwendeel. Wij betalen zelf €70.000. En dat zit met name dan in die ambtelijke uren en wat vliegkosten. En En wij kunnen kennis delen met een ander. Ja, er zijn toch partijen die zeggen van nou. Als wij er niks aan hebben, dan is het niet een taak van de gemeente, want het is ook geld van de burger hier in Breda.
Als ik het goed begrijp, loopt dat project van 2008 tot 2016 in Zuid-Afrika. En die mooie plaats, mag jij het weer zeggen? Ekurhuleni. Ja, loopt af. Het wordt geëvalueerd. Het was in 2010 al geëvalueerd. Toen bleek het door de VNG echt als heel goed beschouwd worden. Nu wordt het weer geëvalueerd. Stel nou dat eruit komt dat het echt een groot succes is. Dat het echt invloed heeft gehad in die ontwikkeling van die stad. Wat gebeurt er dan? Is het dan weg? Nou, nu gaan we dus kijken wat ze echt nog van ons nodig hebben. Om in een, wat ze echt nog willen. Want de vraag moet van hen komen. Wat zij nog willen. De landelijke middelen zullen stoppen. Mocht daar meer geld voor nodig is, moeten we naar andere financiering zoeken. Maar de VNG gaat waarschijnlijk weer naar andere landen kijken. Hè? Hebben we dit gedaan en hier een stap gemaakt. En dan zou ik als CDA'er vinden dat wij daar weer een bijdrage in zouden moeten leveren, ja. Je zou kunnen zeggen dat je hebt goede doelen, subsidie en vrijwilligerswerk. Is er een soort goede doelenbeleid vanuit de gemeenteraad? Hebben we iets? Nee, we hebben wel een subsidiebeleid en we hebben vrijwilligersbeleid. Maar echt goede doelenbeleid. We hebben natuurlijk wel maatschappelijk betrokken ondernemers en maatschappelijk betrokken onderwijs, daar geven we wel een ton aan nog steeds. Ondanks dat het de maatschappelijke stage landelijk het geld heeft teruggetrokken, hebben wij voor een deel in Breda daar wel nog steeds geld in gestoken. Zodat middelbare scholieren kennis kunnen maken met alle vrijwilligerswerk wat er is in Breda en hun hart kunnen volgen van oh, dat lijkt me leuk, daar ga ik eens kennis maken of dat, daar ga ik eens kijken. De vrijwilligersmarkt ken je misschien wel. Die, ja. Nou, dat zijn wel dingen die wij als gemeente ook faciliteren. Of, En maar je ziet nou wel bijvoorbeeld met zo'n Serious Request. We geven dan niks aan het doel van Serious Request, maar we nemen wel heel veel kosten op onze rekening van Breda. Dus daar betalen we dan op een bepaalde manier wel weer aan mee. Dus het ondersteunen van dat soort initiatieven doen we wel, maar niet echt zelf geld geven aan goede doelen. En rechtstreeks aan een goed doel? Nee. Het CDA vindt wel dat je als stad iets moet doen aan goede doelen. Het CDA Breda, ondersteunen van goede doelen, vinden wij heel erg belangrijk, ja. Ja, er gebeurt in de wereld zoveel waar onze steun nodig is om daar een slag te maken. En Zuid-Afrika is natuurlijk. En daar kan Breda wel een verschil maken? Niet alleen, maar als we het allemaal samen doen wel. Vindt u überhaupt dat gemeenten die stellen zich op dit moment dan te werk voor goede doelen? Is dat een taak van de gemeente? Nee. Nee, ik vind van niet. Nee, dat is van de mensen zelf die iets voor een goed doel moeten doen. Dat vind ik niet een taak van de gemeente. Nee. Maar is dat niet gewoon iets aan ons als burgers? Jawel, maar het is ook. Maar uiteindelijk zijn de gemeenten ook de burgers. Dus. Die mogen best goede doelen. Ze mogen best goede doelen steunen, maar ik snap wat je vraagt. Gaan we cupcakes maken en dan gaan we dat aan dat doel geven. Ja, voor mij maakt het niks uit of dat ze wel komen of niet komen. Nee? Nee, totaal niet. Maar is het een goed initiatief. Promoot het ook de stad of is het vooral bedoeld om geld op te halen? Beide. Ik denk dat je het niet los van elkaar kunt zien. U vindt het niet goed voor de stad of voor het goede doel? Nou, er zijn dingen genoeg hier in de stad, denk ik, onderaan. Ja. Dus ja, er is elke week wel wat. Dus of dat zoiets nou per se moet, ik weet het niet. Nee. Maar hij wordt geaccepteerd. Is het vooral een actie om Breda te promoten of is het vooral een actie om ook geld op te halen voor het goede doel? Het ene doet het andere niet, geen kwaad, hè? Nee. Maar het is natuurlijk de ontspanning en het roept heel veel jonge mensen op, in plaats van thuis voor de tv te liggen. Ja. En ga je er allemaal heen? Ja. Ja, ja. Ja? Ja. En jij ook? Ja, zeker? Ja. Ja, ik denk het wel. En we gaan ook inzamelen met z'n vieren. Ja? Ja. Ja. We gaan ook zeker kijken. Ja, ja. Ja, ik heb het nog nooit gezien, alleen maar op de televisie. He, dus het was altijd te ver weg, hè? Dus u gaat ook kijken naar Serious Request op de Grote Markt? Ja, ik ben in Breda geboren, maar ik woon in Zevenbergen. Maar ik ga zeker hier kijken als het er staat. Hè.